Oeps. Een aanrijding zit in een klein hoekje. Kan de beste overkomen. Maar u bent beide verzekerd, toch? Gewoon de schade meteen even melden. Kijk eerst even of u veilig staat en het verkeer niet hindert. Een schadeformulier is niet meer nodig als de andere partij een mobiele telefoon heeft. Want dan regelt u het makkelijk en snel met mobielschademelden.nl. Dat is de website van de gezamenlijke verzekeraars. Met elke smartphone en een gewoon mobieltje gaat online melden helemaal lukken. Eerst even een foto maken van de situatie. En mag ik u uitnodigen? Geen gedoe meer met papieren in wind en regen. U regelt alles direct online. Zijn er gewonden? Gelukkig niet. Soort schade? Parkeerschade. Zo, en dan vult u uw kenteken in. En uw naam. En dan het kenteken van de ander. Naam en het telefoonnummer. Automatisch worden de namen van de verzekeraars ingevuld. Zonder zoeken, zonder bellen. En met de GPS komen ook de locatie en het tijdstip vanzelf in beeld. Mooi hoor. Waar werd uw voertuig voor het eerst geraakt? Hier bij u. En hier bij de tegenpartij. Oké, allebei even akkoord verklaren. Nu krijgt uw tegenpartij een sms'je. Hey. Ach, daar is hij al. Dat is de samenvatting van de schademelding met een cijfercode. Door die in te vullen zet uw tegenpartij een digitale handtekening. Als u nu de melding voltooit, ontvangt u allebei een sms'je met een speciale link. Met deze link surft u naar de online aangifte. Daar kunt u alles nog eens nalezen en eventueel aanvullen. Dezelfde link ontvangt u ook nog per mail. Zo, nu zijn beide verzekeraars helemaal op de hoogte en kunt u snel weer verder. Zonder rompslomp en papieren. U regelt het makkelijk en snel met mobielschademelden.nl.